Ze is ons voorgegaan, maar haar pennenvruchten zijn het meest tastbare bewijs dat ze er was. Ze heeft ook de woelige en bruisende samenleving uit de jaren 60 en 70 vaak meedogenloos scherp beschreven. Zo herinnert de voorzitter van de schrijversgroep 77, Robby Parabir Singh, oftewel Rappa, de schrijfster Bea Vianen. Hij sprak gisteren tijdens de uitvaarddienst van de overleden schrijfster in de congreshal. Rappa, die het roman Strafhok van Vianen als een favoriet bestempelt, zegt dat de Suriname van vandaag nog steeds lijkt, schijnt of verdeeld is in strafhokken. Daarom blijft Strafhok als roman nog altijd tekenen voor een samenleving die aan de ene kant, ja, let op, die aan de ene kant dus snakt naar vrijheid en vooruitgang, maar die zichzelf gevangen houdt in een scala van strafhokken en misschien daardoor ergens is blijven steken. Okay, dat is dat ding dat dit volk zit, we willen, maar we kunnen niet, omdat we het zelf niet willen om te kunnen. Weet je? Zo. Oké. Dus degene, en dat is ook in strafhok te zien, degene die die scheidslijnen van die strafhokken durven te doorbreken, die worden vaak gestraft. De groep waar ze uitkomen verstoot ze. En de groepen waar ze dus mee willen optrekken, die zullen hun nooit echt accepteren in hun gelederen, hooguit tolereren. De directeur van Elvira Sandy gaf aan dat de aanwezigen bij de uitvaarddienst van de cultuuricoon Bea Vianen een mooie reflectie was van het cultuurveld. Sandy vertegenwoordigde de minister van Minofzee, Lilian Ferrier, die eerder op de dag persoonlijk haar condolences had gebracht aan de nabestaanden. De cultuurdirecteur memoreerde dat de schrijfster de belangrijkste Surinaamse proza-auteur was van de jaren 70. Ze was een schrijfster die de Surinaamse binnenkant kennend, toch een typische visie van de overkant van de oceaan presenteerde. Dat heeft dus Michiel van Kempen laten optekenen. In de jaren 80 van de vorige eeuw was ze Surinames meest gelezen schrijfster. En haar bij uitgeverij Querido verschenen romansen Nami Hai 1969 en Strafhok van 1971 kunnen daarom als klassiekers van de Surinaamse literatuur beschouwd worden. Ook in Nederland werden haar romans goed ontvangen en met name de kwaliteit van die romans was destijds voor het Fonds voor de Letteren aanleiding om haar met werkbeurzen te steunen. Sandy zei dat zowel Vianen haar poëzie als haar romans zonder uitzondering gaan over de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname en in Nederland. De rouwdienst is geleid door dominee Michael Stewart. Ook hij liet het leven van de befaamde schrijfster de revue passeren. Zo gaf hij aan dat ze een flamboyante vrouw was die door haar dochter als ijdel werd beschreven. Na de rouwdienst is het stoffelijk overschot gebracht naar haar laatste rustplaats, de Erga begraafplaats aan de Schietbaanweg. Vianen is 83 jaar geworden.